Wij zijn Herman en Gea en in 2015 hebben we ons huis verkocht en nu wonen en werken we vanuit onze camper. Wij promoten deze lifestyle omdat ons leven er veel goedkoper en leuker door geworden is. Het is 20 december 2020. Wij rijden in Geemert. We gaan naar parking Gerardusplein. En die zit op het Sint-Gerardusplein. Maximaal 2 plaatsen. En we moeten even kijken, hè, wat ze aan de klok. Met de maximale doorhoogte 3,20 meter of zo was. 2,80 meter doorrijden. Oh, 2,80 meter. Ja. En dan hebben we na de dag nog een reactie van iemand. En die zei: nee, dat is niet meer van toepassing, die hoogtebeperking. Dus. We gaan even kijken of wij erop kunnen. Maar dat zet van die soort, ja, ik weet niet of ik het goed heb hoor. Voor mij zijn dat plantaanbomen. En die groeien zo mooi in elkaar over. Er staat één camper. Ja, LMC. En die groeien zo mooi in elkaar over, die dingen. En dan daar moet je dan onderdoor, snap je? En dat is even de vraag of wij daar passen. Even zien. Hier heb je dan. Nee, dat is een voetpad. Dit is ook nog een voetpad. Dan moeten we er hierin. Nou, even kijken. Nee, dat gaat niet lukken. Nee, die bomen, die takken, die steken veel te ver uit. Ja, misschien dat het lukt, maar dat, ja, dan moet je het gaan opmeten. Dan moet je er echt al uit. Nee, zullen we dat risico maar niet... Nee, dat doen we niet. We zetten hem even iets verderop. Dan gaan wij naar een ander plekje, maar dan laat ik het even zien zo. Zet ik hem hier even langs de kant. En een spaar op loopafstand. Oh ja. Nou, dat is nog geen 100 meter volgens mij. Ja, hier komen wij niet onderdoor, denk ik. Ik zie dat, het is te laag. Ik denk dat het voor die ook... Kiele is geweest. Wat ik hier zie, valt me op. Saigon Lumpia, zie je dat? Het is maximaal 24 uur, staat daarop. En ik heb ook al campers zo, over zo zien staan. Alleen dit staat nou over zo. Ja, voor de rest is het een grindverharding. Plas en water. De boel. De boutique. Dat is. Je zit hier wel dicht bij het centrum trouwens. Daar heb je een motorzaak volgens mij. Van Mellis Motoren, ja. Zoek naar een werkplek of vergaderlocatie. Loop binnen of bel goed wonen. Ja, wat moet je er verder van zeggen, hè? Mooie toren. We zaten nog te twijfelen of we hier nou wel of niet zo blijven, hè, als we hier op konden. Maar er is ook nergens een hoekje dat je zegt van misschien dat we daar wel onderdoor kunnen. Ik denk dat voor de meeste camperaars wel meevalt. Maar 2,80? Nee, ik denk wel dat het iets hoger is. Ik denk dat 3 meter, 3,10 zo'n beetje, dat het wel zou kunnen. Alleen voor ons niet. Jammer. Nou, geen huisvuil in de afvalbak. Dus gewoon als je een blikje drinken of zo leeg hebt. Voor dat soort dingen, hè. En niet voor de vuilniszakjes. Ja, op zich helemaal niet verkeerd natuurlijk, hè. Die bomen is hartstikke mooi. En als het dan de bladeren erin zitten, dan is het mooi. Zo'n groene... Ja, groene bomenrijen. Maar goed. Hebben we toch eventjes laten zien. Het is altijd zo. Hè, de ene zegt. Je hebt wel een hoogtebeperking. En de andere zegt weer niet. En. Nou weet je in ieder geval zeker. Dat als je hoger bent dan 3 meter. Dat je beter hier niet in kunt gaan. Maar dat gaat niet passen.